We gaan straks kijken hoe we de elementen naast elkaar kunnen krijgen. Maar we kunnen nog even naar die kop kijken die we zojuist hebben gedaan. Nu kunnen we natuurlijk de eigenschappen voor natuurlijk ook overbrengen naar de andere kop door eenvoudig weg een komma neer te zetten. En daarmee blijkt dus in de stijlbladen dat je dus de stijlen die je schrijft zowel voor de ene H1 als voor de andere H1 gelden. Daar is die komma voor. En straks gaan we nog kijken naar andere manieren om op een andere manier te selecteren. Laten we de elementen naast elkaar zetten. Dat betekent dat we dus in deze pagina kijken. En in deze pagina is hier sprake van een div die totale breedte innemen. En dat is natuurlijk niet gewenst. Dat gaan we dan proberen te doen door ze eerst met z'n tweeën naast elkaar te zetten. En daarom geef ik deze divs, die eerste twee, ook een eigen class mee. Zodat ze kunnen worden aangepast. Hier geef ik bijvoorbeeld de class half mee, zodat je dan ook kan aanvoelen dat hij de helft van de ruimte gaat innemen. En dat is bij deze gebeurd. Vervolgens keren we terug naar onze stijl en we gaan daar voor die elementen naast elkaar gaan we stukjes code schrijven. En bijvoorbeeld, ik zeg hier maar elementen naast elkaar zetten. Goed. Dat is dan eenvoudig selecteren in dit geval natuurlijk. We kiezen dan punt half. En daarmee hebben we dan de divjes te pakken die we willen naast elkaar willen zetten. We zetten er stijlen in en je ziet ook dat ze hier worden geselecteerd. Dat ligt voor de hand om de breedte dan op 50% te zetten. Dus dat begin ik maar mee. En je ziet dat het ook werkt. Dit is ongeveer de helft van die ruimte. We willen ze ook naast elkaar zetten en daarvoor geven ze een float left mee. En we zien, ze staan naast elkaar. Maar je ziet ook dat de teksten echt tegen de randjes aankomen. En dan betekent dat je natuurlijk ook iets meer aan padding wil doen. En die wil ik gelijk maken daar in de kop. Daar was de padding horizontaal gezien 2%. Dat ga ik hier nu ook doen. Dus we schrijven hier zo'n padding. En die is dan verticaal niks. En horizontaal bijvoorbeeld die 2% die we al hadden. Op dat moment passen die elementjes niet meer naast elkaar. En je ziet ook dat er andere elementjes bijkomen. Dat ze niet naast elkaar passen, kunnen we misschien wat beter in beeld krijgen door hem even iets wat forsere padding te geven. En dan zie je die padding ook echt zitten. En dan zie je ook dat de elementen daardoor breder worden. En dit noemen wij het boxmodel. Het past dus niet meer. Ze zijn zeker geen 50% meer van de ruimte die hier aanwezig was. Willen we dat meer naar met onze intuïtie in overeenstemming brengen? Dan kunnen we dat veranderen naar border box. Box sizing heet dat. De manier waarop we het boxmodel willen zien. En we zeggen dat de randen en paddings binnen de box gaan vallen. En je ziet ook hier dat ze nu prachtig naast elkaar staan. Ook met die forse 12%. Terwijl we maar 2% nodig hadden. Dus die zetten we dan ook weer even terug. De elementen staan naast elkaar. Dat gaan we natuurlijk eventjes herhalen, maar dan voor drie elementjes naast elkaar. En dan krijgen we nog een ander punt die we daarmee tegen kunnen komen met het floten. We zetten hier de dingetjes naast elkaar. Hier kan ik trouwens het woord aandacht een beetje netjes neerzetten. We gaan hier naar een div met een class is derde. En dat betekent dat er dus drie elementjes naast elkaar komen te staan. Spatie. Klaas is derde. En dan deze. Staan zo naast elkaar. En dan ga ik dezelfde tactiek gebruiken als zojuist. Je zou bijna eens kunnen zeggen van nou ja, de derde is eigenlijk hetzelfde verhaal als een half. Dus punt derde. En dan kunnen we dit stukje kopiëren en plakken. Met één verschil. Ze gaan nu met z'n drieën naast elkaar. Dat betekent dat 50% wordt verkort tot 33,33.
En je ziet dan ook de drie elementjes netjes naast elkaar staan. Maar je ziet ook dat hier die andere elementen eromheen kruipen. En om dat op te lossen, zou je kunnen zeggen van moeten we kijken of we dan de zaak een beetje sterker kunnen ordenen. Door te zeggen van ik ga deze drie en deze twee in een rij neerzetten. Dat gaan we dan ook doen. Deze drie elementen, hier hebben ze al drie bij elkaar, gaan we dus in een aparte div neerzetten. En dat is dan een rijdiv, zou je kunnen zeggen. Nou, die zet ik maar een beetje meer naar links, zodat je dan die div zo kan plaatsen. Je geeft hem een class, is bijvoorbeeld een rij. En je haalt hier die... die elementen hier vanaf. Dus, deze div haal ik er vanaf. En na de drie divjes sluit ik dus de zaak weer af. Misschien kan je dan ook beter ervoor kiezen om wat uit te zoomen. Zodat je wat overzicht krijgt over alle divjes die er zijn. En die sluit ik dan hier zo af. Hetzelfde doe ik dan natuurlijk ook bij de eerste twee divjes. Dan zet ik ook hier nog een div bij, dus dan is dat hier zo. Misschien kan ik het beter handiger kopiëren. Op deze manier. En na die twee wordt ook deze weer afgesloten. Ja, dat betekent dat de HTML-structuur dus een beetje ingewikkelder wordt. En je moet goed kijken hoe de zaken starten en sluiten. We gaan dus nu deze proberen te beschrijven. We selecteren de class rij op deze manier. En ze zijn nu ook allemaal, als het goed is, ook geselecteerd. En dan kan je daar zeggen van elementen die daarin zitten die zo'n float hebben, die geven we geven dit element een overflow auto. En dat betekent dus dat die... elementjes die erbij waren, die nou nu dus netjes naast elkaar staan. En dat die andere elementjes worden weggeduwd. Goed. We kunnen dan ook de code misschien wat versimpelen, want we zien hier wat herhaling staan met die float en die penning. Die kan ik dus hier zo kopiëren. Maar ze gelden eigenlijk voor elke div die binnen die rij zitten. Dus ik knip ze hier weg. En ik ga onder die rij staan en ik selecteer... de rij en daarin elke div die daarin direct naar voren komt. Als er nog andere divs die dieper in de nodenstructuur liggen, die worden dan dus weer niet geselecteerd en dan plak ik daar die elementen in en dan mag ik ze dus ook hier zo weer weghalen. En dat betekent dat je voor half en derde in ieder geval heel wat kortere code krijgt en dat alles geregeld is met een selector, de rij en daarin een div. We zijn tot zover gekomen en we gaan misschien volgende video nog eventjes kijken of we daar een mooi randje omheen kunnen krijgen.